Ik kende Gust niet op voorhand. Ik wist ook niet precies wat dat hij deed. Ik merk dat hij soms geen zicht heeft op welke dag het is, welke week het is. Dat hij dag in dag uit met zijn film bezig is. Ofwel op locatie, bijvoorbeeld in Mexico, waar zijn film is gedraaid. Ofwel hier in de studio's. Want ja, ik heb eventjes bij hem, naast hem gezeten. En dan merk ik dat hij daar zo in bezig is van welk geluid op welk stukje band. En dat dat dag in dag uit aan werken aan dat, het verbeteren van die klank en van die band is. Hallo, dag. Jij bent Gust? Nee, Gust staat hier vooraan. Ah, oh, dag. Nee, ik kom zo meteen. Gust is afwerken. Ja. Ik merk dat hij zeer gepassioneerd bezig is. Dus dat je eigenlijk totaal afgesloten bent van wat er rondom je gebeurt, zou ik absoluut niet kunnen. Dus gelukkig maar dat we twee verschillende jobs hebben en twee verschillende werelden waarin we werken en leven. Dat er een jongen zo. Dat was het allemaal zo. Dat was het allemaal zo. Hij weet heel veel wat er in de wereld gebeurt. Wellicht ook heel vaak vanuit beelden en verhalen die hij zoekt en nodig heeft voor zijn films. Dus hij heeft een heel rijke invloedssfeer, een heel rijke ervaring. Juist omdat hij zich moet kunnen afsluiten van wat rondom hem gebeurt om die films te kunnen maken. En je hebt natuurlijk heel veel input nodig om een film te maken. Dus hij is zeker... in de samenleving, maar ik denk altijd vanuit, heel vaak toch vanuit perspectief om te gebruiken in zijn films. En ik denk ook dat je als filmmaker een samenleving kan wijzen en confronteren met een aantal vaststellingen in de samenleving, met een aantal verhalen. Soms heb je verhalen nodig om een keer wakker geschud te worden in je eigen leven en in je eigen samenlevingscontext. En ik denk dat hij dat ook wil doen als filmmaker. Ik denk dat hij soms boodschappen wil, of niet soms, ik denk dat hij altijd boodschappen wil overbrengen aan ons, aan ieder van ons. Om dan verder hopelijk te gebruiken. Wat bedenkt u eeuwigheid is? Eeuwigheid, armoede. Hier, kijk je Jezus. Jezus is zot. Ja. Een belangrijke boodschap die ik ook heb meegekregen, is dat Gust zelf er absoluut voorstander van was van de huidige regeling en beleid in zaken het Vlaams Audiovisueel Fonds. Hij liet ook duidelijk blijken dat niet alle regio's of landen diezelfde kansen hebben als hieren. En dat hij dat zeker positief vond. Dus ja, ik ben ook blij om te zien dat dat beleid haar vruchten afwerpt en dat daar zeker mogelijkheid en kansen kan worden geboden aan talent dat hier ongetwijfeld, zeker het talent van Gust, rondloopt. En dat, dat de moeite waard is om in te investeren.